Nationale Postcode Loterij. Zeg maar, ben je morgen vrij? Want jij gaat mee met mij. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is het, vandaag is het dinsdag. En jongens, zoals ik jullie vorige keer had verteld, ben ik laatst op gesprek geweest met een bedrijf voor mijn muziek. En vandaag krijg ik dus een voorstel. En in het voorstel staan bepaalde dingen van de verdeling met bijvoorbeeld als er geld binnenkomt voor streams. En hoeveel nummers het zou gaan. Allemaal dat soort dingetjes. Dat komt vandaag, als het goed is, binnen. En ik ben echt hartstikke benieuwd. En ik kan ook eigenlijk gewoon niet wachten. Dus ik ben nu de hele tijd Gerard aan het appen, mijn manager. Van, hey, heb je al iets gehoord? Heb je iets gehoord? Want als dat doorgaat, dan weet ik vanaf vandaag of morgen ook de exacte release datum van Hey Meisje. En dan kan ik jullie exact vertellen wanneer die naar uitkomt. Want jongens, ik kan ook niet wachten. En het spijt me. Jullie kunnen ook niet wachten. Ik weet het. Ik ben net lekker klaar met editen. En even kijken, zit hij al in de render? Yes, hij zit al in de render, jongens. De video komt eraan. Yes, yes, yes. Weet je wat echt mijn probleem is? Als ik iets wil, dan gaat het maar gewoon niet uit mijn kop. Bijvoorbeeld die andere camera die ik wil kopen, die fucking bizar dure camera. Ik ben nu allemaal filmpjes aan het opzoeken met van beste settings en allemaal voorbeelden van andere mensen die ermee vloggen en een vette lens en zo. En ik ben er zoveel mee bezig dat het gewoon heet het in mijn kop blijft. Het is echt niet goed, jongens. Het is echt niet goed. Om eventjes afleiding te zoeken, moet je nou eens eventjes kijken. Jongens, die plant wordt zo groot dat hij gewoon omkrult. Hij is gewoon aan het omgroeien, omdat hij zit nu al tegen het dak aan. Maar er blijven ook steeds maar nieuwe bladeren bij komen. Kijk, deze hierachter is nieuw. Deze is nieuw. Hier. Dit bijvoorbeeld ook. Dit wordt een nieuw blad. Dit wordt een nieuw blad. Hier komt nog een nieuw blad uit. Op een gegeven moment wordt hij gewoon te groot. En en dan? Ik ben heerlijk met de benenwagen richting de sportschool. Daar om het hoekje. Want ome Joris die is nu ook aan het sporten. Dus ik dacht, ik ga ook even lekker naar de sportschool. Ga ik even lekker boksen, saunaatje in, misschien nog een beetje kracht doen. En dan ben ik weer fit, jongens. Dan ben ik weer vandaag, heb ik weer lekker mijn beweging gehad. Hey Joris. Hallo. Wat zit je hier leuk? Ja. Jij zei ik ga cardio doen, maar volgens mij ben je kracht aan het doen. Nou, een beetje van mij. Man. Nou jongens, daar gaan we. Wat doet hij dat goed, hè? Oh. Het is bizar. Het is echt bizar. Jij hoort gewoon bij de Binkenbrigade, jij. Oh. Het is tijd, jongens. Te boksen. Oh. Ik heb al lang niet meer gebokst, eigenlijk. Heerlijk de sauna in geweest. En nu weer naar huis. En we zijn weer thuis. En ja, wat gezellig. Jullie stonden even lekker in de koelkast. Maar we gaan koken. We gaan Mexicaans maken. Zoals we eigenlijk altijd doen, meestal. Maar jongens, dit is mijn lievelingsgerecht. Heerlijk. Ja, dat is lekker gerecht. Ja, dit is lekker. Goed. Het is lekker gezond ook. Avocado's, paprika's, bonenschotel. Helemaal top. Lekker in een wrapje met een beetje kaas eroverheen. Jongens, beter kan je niet hebben gewoon. Beter kan je het gewoon niet hebben. Nou, jongens, jullie gaan het niet geloven. Jongens, dit geloof je niet. Ik was kaas vergeten. Weet je waarom het zo lang duurde? Nou. Er kwam een heel schattig oud vrouwtje. Die kwam bij de kassa staan waar je dus een sigaret moet halen. Maar die had alleen een bloemetje meegenomen. Die had alleen één bloemetje. En die liep echt helemaal, maar echt krom, weet je. Ze kon echt heel oud, zeg maar. Dus ik zei zo, mevrouw, heeft u alleen een bloemetje? En zegt zo van, zei ze van, nee ja, ik heb alleen een bloemetje. Wat fijn dat ik voor mag. Nou, en vervolgens had ze alleen... Het is niet lang meer te leven. Dus... Nee, maar op een gegeven moment, dus ik dacht, ik sta zo, er zat ook nog iemand achter me. Maar zij kon en waarschijnlijk niet meer goed zien. En ze had alleen maar kleingeld in de portemonnee. Dus ze moest 3,50 voor bloemen afrekenen. Maar ze had alleen maar 10 centjes, 20 centjes. En jij vervolgens ook. Nee, maar het duurde gewoon fucking lang, uiteindelijk. Oh, ik dacht, je gaat daar niet tellen. Nee, het duurde... Ik heb een bloemetje gekocht voor haar. Oh nee, ze was aan het tellen. Ze was aan het tellen, maar het duurde echt fucking lang. En die vrouw achter mij ook echt, die keek me ook echt zo aan van, nou, fijn dat jij ervoor gelaten. Ik er zo, ja, maar het duurde echt lang. Ja. Maar goed, ik heb de kaas. Ik ben nu in het andere appartement, zoals jullie kunnen zien, want hier is helemaal niks. En je hoort het ook galmen. Ja, je hoort het galmen. Maar goed, jongens. Ik zat gewoon lekker een beetje in mijn studio, gewoon een beetje muziek te maken en gewoon een beetje te chillen. En ik keek naar buiten en het is momenteel 10:30. Maar moet je eens eventjes kijken. Moet je eens eventjes kijken, jongens. Hoe mooi de lucht is. Van soort van bijna rood naar oranje, naar een beetje groenig naar blauw. Het is echt bizar mooi, jongens.
En helemaal met deze lens. Want ja, zoals jullie zagen, ik heb even de andere lens erop gezet. Maar goed jongens, ik ga lekker naar het andere appartement. Want het is tijd om te gaan slapen. Want morgen is er weer een dag. Nou jongens, ik heb de brievenbus geopend. En kijk, een cadeautje. Van de Nationale Postcodes Loterij. En we hebben 4 symbolen. En dat betekent als 4 symbolen... Oh, vraagteken. We gaan bellen. We zijn rijk. We zijn vast rijk geworden. Wie kijkt, joh. Nee, wat een toeval. Wat een geluk. Nee, dit is sowieso gewoon... Dan moet je hier weer inschrijven. Maar we gaan eventjes kijken wat we te zeggen hebben. Welkom bij de Nationale Postcode Loterij. We zijn rijk. Bent u 18 jaar of ouder en wilt u naar aanleiding van uw kaskaart... Ja! Het zijn wij, het zijn wij. 18-jarige ouder, u wordt doorgevonden met een van onze medewerkers. Oh, misschien wel een miljoen euro gewonnen. Goedemiddag, is het al een gesprek, maar zijn er van de pascode loterij? Hi Gerda, met Vincent. Dag. Ik heb volgens mij een prijs gewonnen. Ja, en ik ben helemaal, ik denk, wat is dit nou, dat gebeurt niet vaak. Nou, ik ga even met u meekijken wat ik u toe mag sturen. Nou, wat fijn. Dan ga ik u gegevens noteren. En tot slot mag ik u ook nog wat leuks aanbieden. Oh. Dan ga ik even kijken wat ik u mag toesturen. Even zien. Krijg ik geld. Nou, ik kom bijna naar voren. Oh, ik zie dat ik u alleen maar cadeaukaart toe mag sturen van 5 euro. Ja, godverdomme, maar dat hoef ik niet. Dat hoeft u niet. Nee, ja, ik denk ik heb geld gewonnen. Ah ja, wij mogen de leuke alleen maar cadeaukaartje naar u toe sturen. Ook leuk om mee te nemen, toch? Bent u er nog? Sorry, ik had even heel veel geld gewonnen. Sorry, ik was even helemaal van slag. Ja, bent u helemaal van slag af nu? Nou, ik mag een straks wel wat leuks aanbieden. Misschien bent u daar leuke prijzen mee. Wat dan? Nou, maar dan zal ik weer zeggen, dit zal ik in ieder geval de gegevens voor u noteren. Zeg maar dat we dit de hele cadeaukaart naar u sturen. Nee. Oh. Ja, wat zou die mevrouw wel denken? Zou die denken dat dit echt is? Ik weet niet. Oh, dat is zo grappig. Nee. Oh jongens, maar dit is altijd zo'n zieke scam, weet je. En dan staat er, oh, je hebt 4 symbolen gewonnen en dan moet je al je gegevens vervullen en dan zit je vervolgens vast aan 20 euro per maand. Nee, dan krijg je een helemaal cadeaukaart. Je krijgt een helemaal cadeaukaart van 5 euro, toch? Ja, maar je moet wel je gegevens doorgeven en vervolgens moet je 15 euro per maand betalen, dus dat is zo'n zoetmakertje. Maar goed, we hebben helaas niet gewonnen, jongens. Nou jongens, helaas ben ik geen miljonair geworden door de postcode loterij. Helaas, helaas. Maar wat we wel gaan doen, is de auto instappen, want hij moet APK gekeurd worden. Dus ik ga richting Haarlem naar Jim. En dan ga ik eventjes kijken of deze door de keuring komt. Ja, het moet eigenlijk wel. Ik heb geen rare dingen. Mijn banden zijn net nieuw, mijn remmen zijn goed. Ja, en als hij niet door de APK komt, dan ben ik een beetje de lul. Nou jongens, hij is APK gekeurd. Lekker, heerlijk. We kunnen weer een jaar vooruit. Vol in het zonnetje. Het is echt bizar heet. En kijk eens met wie ik zit. Hey! Hey! Jongens, vrijdag wordt dus meer dan 30 graden. Ja. Maar ik trek het nu al niet meer. Ik vind het nu al te heet. Nu? Ga jij eens even kijken. 23 graden. 23 graden. Maar wel in Amsterdam, hè? Maar als er straks 30 graden staat zonder wind, ik trek het niet. Maar dat is zondag, toch? Zaterdag? Vrijdag. Ja, dat zei je net. Ja, maar jij luistert niet naar mij. Nee. Nou jongens, we gaan even lekker wat eten. Jongens, we staan nu in de Carhartt winkel. En ik heb even een kort joggingbroekje gepakt. Want ik heb gewoon geen korte broeken meer. Ik heb sokken, een t-shirt en nog een lange mouw t-shirt en nog een trui. Maar ik ga het straks thuis wel even laten zien. Ik heb hulp gehad van jou. Ja. En het is goed gekomen, jongens. Nee, dit is wel echt een chill broekje. Maar goed. De hele tas vol. En de volgende winkel waar we gaan shoppen is Schaap in Citroen. Nee, dat gaan we lekker niet doen, jongens. Dat wordt een beetje duur dan. Kijk. Wat een lekker truitje. Goed truitje. Zwart truitje. Ja, dik zwart. Hij valt ook best wel groot. Als ik hem zeg maar nu vast... Maar dat had je echt niet hoeven doen, hè? Nee, dat maakt het niet uit. Van die hoge sokken. Wat? Wat? Ja, kijk, zo hoort hij. Zo, hij is zwaar. Ja, maar zo hoort hij. Hij hoort zeg maar een tent aan hem. Ga maar even de camera staan. Ja, hij hoort zeg maar een beetje oversized zitten, maar S is bij mij te, is zeg maar te strak. En die guy zei, hij hoort zeg maar goed op je schouder zitten.
Het is van die hoge sokken voor onder dit broekje. Dan weet je wel als je een t-shirt... Als je een beetje... Snap je? Van mannen, ja. Een long sleeve. Maar deze is hard. En dan wil ik niet het grapje, maar deze is echt hard. Go hard whip. Whip, normal whip. Nou, dus dit is ook een leuk shirt. Maar je bent wel lekker in de vrolijke kleuren. Ja, maar weet je, ik heb ook nog andere kleuren. En dan heb ik, kijk, en nog een wit t-shirt. Prima shirtje. Ja, en dit fantastische lekkere broekje. Maar dit is echt zo'n lekker zomerbroekje. Oh, dit is een... Bijna een soort van joggingbroekje. Ja, maar kijk, moet je eens kijken als ik deze... Hoezo? Hoezo moet dat? Moet je eens kijken, als ik nou dit broekje, als ik nou deze aan heb, boven de broekje. Dan heb je een volledig outfit. Hey. Vind je jezelf nu hard of go hard? Ik vind mezelf nu go hard. Kijk, dat gaat wel goed. Toch? Kijk, het is een beetje groot, maar deze kleding van go hard wordt gewoon een beetje groot. En die sokken erbij. En die sokken erbij, zo, dan ben ik helemaal in stijl. Ik ben helemaal klaar voor de zomer, jongens. Jongens, welkom in het chaoshok. Want al die platen zijn gewoon van de muur afgevallen. En ik weet niet hoe het komt, want ik heb al deze dingen heb ik allemaal ingevet, zeg, of ingevet, ontvet, zodat ze, ja, goed plakken. Maar uiteindelijk plakt het alsnog gewoon niet goed. Het werkt gewoon niet, jongens. En het is vreselijk. Misschien moet ik dan toch maar gaan boren, want kijk, je kan hier tussen, zeg maar, kan je een schroef doen en dan kan je hem gewoon inboren. Maar ja, dan zit je wel in de muur te boren en dat is een beetje kloten. Maar goed, jongens, ik ben even hier en ik ga eventjes een oplossing vinden voor dit. Ik wil hier met jou zijn, want ben je nou zo bang? Ga een nachtje mee, want wij gaan uit in Amsterdam. Ik wil jou hier de hele nacht. Zeg maar, ben je morgen vrij? Want jij gaat mee met mij. Ik ken je beter dan je dacht. Doe je drink met mij en hoe je naar me kijkt. 3, 2, 1. We kunnen gek doen in de stad. Ik zet je even lekker mijn girl. Als je stopt met zetten mijn girl. Ik wil dat je even lekker gek met me doet. Ik ben alles wat hij zoekt. Een hele goede morgen en wat een weertje, jongens en meiden, dames en heren. Oh, 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 oh. Kijk eens eventjes hoe lekker ik hier in het volledige zonnetje zit, zonder wolken. Kijk, dat is wel leuk. Wij hebben in de ochtend, zeg maar, alleen hier zon. En kijk, nu zie je, daar is totaal geen zon. Maar dan ga ik altijd lekker hier in het raam zitten met een bakje kwark of zo, of met een koffietje. Oh, over een koffietje gesproken, dat is wel lekker, hè. Oh, moet je dit eens eventjes zien. Deze bril, die heb ik echt al heel erg lang. Het is een Cartier-bril. Fucking stoer. Maar hij past eigenlijk bij geen ene outfit die ik altijd aan heb. Want ja, ik vind het altijd wel toch een beetje fout. Maar ik had hem vandaag zo op. En ik denk, bij deze outfit kan het nog wel. En hij kijkt echt bizar lekker. Dat is wel echt het ding van dit. Dit is een beetje een combinatie tussen een zonnebril en gewoon meer een fashionbril. Maar hij kijkt echt verschrikkelijk lekker. En helemaal, als het lekker weer is, dan zijn het allemaal mooie kleuren en zo. Ik moet er even aan wennen, maar misschien dat ik hem vaker op ga doen, want ik vind hem toch wel heel dik. Wij zijn lekker beneden, want onze ouders zijn heel lang weg geweest. En daar zijn ze weer! Hallo! Maar Ruud, inderdaad wat jij net zei, het is echt lang geleden dat we samen in de auto met z'n allen hebben gezeten. Ik voel me inderdaad echt een klein kindje. Kijk, weinig ruimte. In de cabrio. We gaan even lekker lunchen, jongens. Jezus, wat een gangster met jou ook, hè. Het is niet normaal. Het is weer weekend. Het is weer weekend, jongens. Donderdag is onze weekenddag. We hebben net lekker gepadeld en het is tijd voor een biertje. En straks gaan we lekker barbecue bij ome Joris. Gezellig. Lekker, hè. Gezellig. En daarna weer lekker van ouds uit, hè. Met... Leuk. Leuk, gezellig. Boe! Hey, zijn jullie toevallig voor Ajax? Ik weet het niet. Ik weet het niet helemaal zeker. Nee, man. Nee. Jij bent voor Feyenoord en jij bent voor PSV. Ik kreeg van mijn moeder. Ah, leuk. We zijn aangekomen bij Joris. En moet je eens kijken wie ons verwelkomt. Hasboula. Wat? Hasboula is het toch? Nee, het is Alexander. Is dit Alexander? Wat fijn. Wat een mooi geschut. Goed, hè? Ga weer naar buiten. Moet je eens even kijken, jongens. Heerlijk avondzonnetje. Barbecue'tje aan. Bierpongtafel staat er weer. Helemaal perfect. Gooi dan. Ben jij de barbecue master? Laat eens even zien, Joris. Zo noemen ze het wel. Wat heb je? Oh. Er komt nu wat kip aan. Oh, lekker hoor. Oh, dat moet nog even. Maar hij kijkt. Hoe gaat de slot ermee? Ik ben nu aan het editen en ik ben gewoon helemaal vergeten af te sluiten, jongens. Sorry, het spijt me. Maar goed, bij deze. Vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreken jullie de volgende keer. Later!